Maar nu. Het beeld van morgen bij de beëdiging van 112 officieren van het Nationaal Leger. 80 mannen en 32 vrouwen zijn naar een naast hogere rang bevorderd. Kolonel Robert Cato di Cromo, bevelhebber van het Nationaal Leger, zei dat deze beëdiging reeds eerder had moeten plaatsvinden, maar vanwege omstandigheden is dat vandaag pas gebeurd. Cato di Cromo benadrukte dat hoewel deze officieren niet waren beëdigd, ze het werk in de hogere functie al deden. Defensieminister Krishna Kumari Mathura beloofde dat de rechtspositie van het leger in orde zal worden gemaakt, omdat het veel te lang is blijven liggen. Dit zegt al veel over de kwaliteit en hun liefde voor de organisatie en uiteindelijk voor land en volk. Een officier is een leider en als zodanig dient hij een voorbeeld te zijn voor zijn onderhebbenden qua integriteit, bekwaamheid, professionalisme en het goed kunnen omgaan met normen en waarden. Zijn optreden moet van die aard zijn dat hij een inspiratie is voor zijn onderhebbenden en zij het volste vertrouwen zullen hebben hem te volgen. Dit doen we omdat onze mensen ons meest waardevolle hulpbronnen zijn. Zij beschermen ons land en zijn bereid grote risico's te nemen. En als zij risico's nemen onder niet optimale omstandigheden, dan moeten wij als leiding zorgen dat we datgene waarop zij wettelijk aanspraak maken op tijd afronden. President Chandrika Prasad Santokhi zei dat er binnenkort een nieuwe legerleiding zal worden geïnstalleerd. Verder zal er binnen Defensie een reorganisatie plaatsvinden. En we voeren regelmatig gesprekken met de minister en regeringstop over het leger. Over de leiding van het leger. En binnenkort gaat u daaromtrent meer informatie krijgen. Omdat wij het proces ingezet hebben bij de verschillende veiligheids-, opsporings- en ordendiensten. Om de reorganisatie goed op gang te brengen. Management te versterken. De apparaten door te lichten. En met reorganisatie en herstructurering te komen. Dat geldt ook voor het Nationaal Leger. En binnenkort krijgt u de nieuwe leiding gepresenteerd. Daarover zijn we bezig afrondende gesprekken te voeren. President Chandrika Prasad Santokhi, hij sprak vanmorgen in verband met de beëdiging van 112 officieren. De beëdiging vond plaats op het appel van het Nationaal Leger aan de Gravenbergstraat.